Het EXSR, mijn naam is Richard en ik maak deze review voor skicentrum Heemskerk. Het EXSR, nou wat valt me op? Ik voel een lichte ski aan mijn voeten. Ik heb een ski die kort aanvoelt en daardoor heel veel bijdraagt aan de handelbaarheid. Nou, dat lichte in combinatie met die korte lengte maakt het een heel makkelijk beïnvloedbare ski. En dat lichte, dat is een beetje spannend als je wat harder gaat skiën. En dan heb je het gevoel van, nou, zal ik wel gaan duwen op de ski of niet? En als je lekker eigenwijs bent en je doet het wel, dan zul je merken dat die ski eigenlijk echt zich heel makkelijk aanpast. En hij is super stabiel op zijn kant. En dat verwacht je eigenlijk niet bij zo'n licht product, maar dat doet hij wel. Wellicht door dat energy management circuit wat erop zit. Maar hij doet het echt en dan geeft je echt veel versnelling. En in het begin is het zelfs een beetje schrikken. Dus je moet een beetje eigenwijs zijn als je het idee hebt van, nou ja, hij doet het niet helemaal. Geef gas bij, niet op de rem staan, niet van het gas af. Nou, wie moet hierop skiën dan eigenlijk? Nou, een totale beginner kan er makkelijk op weg, want hij is zo licht en hij is zo makkelijk te beïnvloeden. En daarna denk ik dat hij ook heel geschikt kan zijn voor een hoogniveau skier. En dat is eigenlijk een beetje gek, die combinatie. Als die hoogniveau skier het lef heeft om die ski echt op zijn kant te zetten, dan krijg je daar heel veel versnelling op terug. Die kan er echt super slalombochten kan ik eruit trekken. Middellang en lang doet hij ook. Dus het is eigenlijk een beetje een schizofrene ski. Zowel geschikt voor laag niveau. En daarna als je durft ook voor hoog niveau. Dus ja, je moet jezelf een beetje laten uitdagen. En dat maakt hem als het ware geschikt om door te groeien vanaf een basisniveau naar een wat hoger niveau. Dus het is wel een interessante ski. En je moet hem even doorhebben. En als je hem doorhebt is het echt een hele gave ski om mee te skiën. Het EXSR.